Omdat het zondag moederdag is, is het nu topdrukte bij bloemengroothandel Van der Plas in Rijnsburg. Na een aantal zware weken door corona in maart vorig jaar is de sector er nu weer bovenop. En verwacht Van der Plas zelfs een plus van 15% tot 20%. We merken zeker na de coronacrisis dat de bloemen zeker in trek zijn. En we doen meer aantallen dan vorig jaar. Wat dit jaar echt opvalt, dat is dat bepaalde zomerproducten vanwege het weer nog niet voorradig zijn. Neem bijvoorbeeld de pioenen, nou, die zijn er amper en die er zijn heel duur. Waardoor uiteindelijk weer andere productgroepen beter lopen dan jaren ervoor. Ja, rode rozen zijn altijd natuurlijk een hot item tijdens de moederdag. Maar wij merken echt dat de gerbera's en de germinies echt weer in aantallen toegenomen zijn. Behalve de bloemen doen ook de planten het dit jaar goed. En daarmee lijkt de coronacrisis voorbij in de sierteeltsector. Ja, ik denk de kwekers het ook heel goed doen. De kwekers hebben natuurlijk ook vorig jaar 3-4 lastige weken meegemaakt. Sommigen iets langer. Maar uiteindelijk ze hebben afgelopen jaar toch een goed jaar gedraaid. De meeste die ik spreek. En ook dit jaar, als ik de prijsvorming zie. Vorig jaar de gemiddelde prijs en de gemiddelde prijs van nu. Ja, dat scheelt zo weer 10-15%. Het populairste product met moederdag blijft de Hollandse roos. Ja, er is enorme vraag aan handel. En er is uiteindelijk te weinig aanbod. En dat drijft de prijs echt wel op. Met name de Hollandse rozen, de Nederlandse rozen zijn echt duur. Gerbera's zijn duur. Heel veel producten zijn gewoon enorm, die brengen enorm veel geld op.